Ik rij hier in het Gooi en ben op weg naar operazanger en presentator Ernst Daniël Smit. Een vriendelijke reus die soms wel eens erg angstaanjagend kan zijn. Hij gaat meewerken aan een grap, maar dan moet ik hem natuurlijk wel eerst even oppikken. Ave Maria. Kijk, daar staat hij hoor. Hey, top dat je meedoet. Ja, dus ik vind het wel gezellig. Ik heb een paar keer goed te pakken gehad zelf, maar goed. Ja, dat komt door je explosieve karakter. Dat vonden we juist leuk. We denken van, hey, ja, het enige wat je hoeft te doen is gewoon echt jezelf te zijn. Ja, ik ben zo benieuwd hoe die gozer erin gaat trappen. Nou, echt niet te geloven. Geloof mij, die gaat wat meemaken vandaag. Echt waar? Ja. Dat is te gek, man. Ga je straks lekker achterin zitten en dan speel je gewoon jezelf. We zijn natuurlijk eerst even heel triest dat mijn erfstuk naar de klote is. Ja, je erfstuk is helemaal... En daarna zo'n jongen helemaal afbranden van, wat heb je geflinkt met mijn auto? Wat ben jij slecht, Ernst? Ja, ik kan goed liggen, jongen. Ik word echt zweretje. Later, al die vrouwen die kennen me niet horen. We zijn er bijna. Ja. Ik heb een prachtig huis voor je geregeld. Super. En daar staat ook, de jack staat daar klaar. Oké. En ik zou zeggen, wees gewoon lekker jezelf. Fransken. Hey, dit is mevrouw. Ernst Daniël, ik moet even wat spullen pakken, wacht even. Deze keurige jongeman, Rins genaamd, rijdt Ernst Daniël vandaag eerst naar een optreden van Omroep Max. Ja, ja. En dan helemaal naar het verre Groningen. En vanwege deze lange rit gunt Ernst zich de luxe van een privéchauffeur. Wat zeg ik? Twee privéchauffeurs. Want ook Gregory meldt zich vandaag bij Ernst thuis. Er zit een dingetje voor dek. Maar daar heb je 20 seconden om eruit te komen. Dus eens kijken hoe je het redt. Zonder deuken. Ik rijd er bijna nooit in, maar met mijn broer samen van mijn vader. Wel gaaf hoor, hij ziet er nog best goed uit. Ja, hij is van eind 70. Eind 70. Dus ik ben in mijn eind omdat ik naar Groningen moet vandaag. En ik dacht al, weet je wat, mijn vader was Groninger. Die is in, even kijken, die is 1981 overleden. Okay. Dan ga ik af en toe naar Groningen met mijn broers, ga met de auto. En dan gaan we een bloemetje brengen op graf van alle voorvaderen. Een beetje nostalgische troep. Allemaal niet zo belangrijk, maar wel leuk. Maar wel leuk. Ja, wel leuk. Je rijdt niet vaak in een autootje, dus. Nee, maar het is ook wel grappig, hè? Het is wel grappig, inderdaad. Dit familiebezit werd dus door Ernst Daniëls vader gekocht in 1978 en werd later de grote liefde van Ernst en zijn broer. Die mag er dus ook in rijden. Onze zussen mogen er niet in rijden. Meiden? Nee, niks, geen risico dat er wat mee gebeurt met die auto. We moeten er niet aan denken als er wat mee gebeurt. Mogen geen vrouwen rijden? Nee, geen vrouwen. Maar dan extra vraag naar een man. Laat mij maar even vast uitstappen zo. Als jij me even gewoon ambulant neerzet. Hupsakee, dankjewel. Laat de spullen maar in de auto liggen, hoor. We zijn bij het Mediapark in Hilversum. Een parkeerplaats is hier niet altijd makkelijk te vinden. Maar vandaag hebben we een plekje vrijgehouden. Kijk, dat is nog eens aardig. Ernst Daniël biedt Rins een kleine rondleiding aan door de studio. Intussen bevestigt de altijd onbetrouwbare Dick aan de hijskraan een betonblok van wel 3000 kilo. Wil je nog iets van koffie? Ander laaghartig bananensplit personeel plaatst ondertussen een bocht. En daar gaat voor 3 ton trosbeton. Oké, is nu 21, ken je dat? Dat zijn allemaal hele grote shows, worden altijd gedaan. Dick manoeuvreert het betonblok boven de Jaguar. En Ernst Daniël vraagt ons slachtoffer even iets uit de auto te halen. Ja.
Jongens, dit meen jullie niet. Oh, dit is oh. Jaguar nummer 2. Godskleren, waar zit hij? Ja, wat is dat? Je moet hem daar niet parkeren. Hoe kan dit? God, Jezus, Maria. Jezus Christus. Ik weet het niet. Jezus, Maria. Hij is zo, ik zie hem hierboven. Nou, ik doe de deur open en ik hoor het knal. Ja, moet je kijken. Dit is nou het alarmkabeltje wat ik van mijn opa heb gekregen, van mijn vader heb gekregen. En die zegt van, bouw dat erin jongen, anders dan pak, maak je auto kapot. Nou, lekker. Lekker. Wat staat er dan? Ah, ik wil dat verklaren. Wat staat er dan? Ooit verkeerde van reiswerkzaamheden. Dat is toch onduidelijk? Maar hij is, dan weet je dat je hem eigenlijk niet neer kunt zetten. Je weet nooit wat ze gaan doen hier. Dat is een vrij groot bot, dat hebben we niet goed. Jezus. Ik zit achterin, als ik de chauffeur niet kan vertrouwen, jongens. Waar blijf ik dan? Dan kan ik helemaal nooit iemand inhuren. Dit is, Jezus, dan maar het belangrijkste erfstuk van mijn broers en van mij. Vertrouw ik in jouw handen. Dan denk ik, een jonge man, weet je wel, ik kan wel oude sukkels nemen, maar een oude auto, denk ik, een leuke jonge man. Speciaal vraag ik een jongen, dan rijdt mijn auto in de puin. God, Jezus, mijn vader, jongen. Ben je toch wel rustig, hè? Jezus. Ik heb het net gecheckt nog, maar hier mag echt helemaal vandaag niemand komen. Er staat een levensgroot bord. Tjonge, jonge. Moet je horen, voor hetzelfde geld hadden jullie nog ingegeven. Ja, moet je aan denken, zeg. Oude bakken ook nog, oldtimer. Had ja, dan, hallo. Ja. Dat is een erfstuk van thuis, jongen. Dat is van mijn broers en van mij. Van mijn broers en van mij. Dat is van mijn vader. Het is verschrikkelijk, zeg. Jezus Christus. Jezus, ja. Jongen, maar hoe kan je dat nou... Ja, hoe kan je dat nou doen? Ja. Hallo. Ik zal hem maar niet hier neerzetten, zeker. Oh. Kijk eens. Die zit in bananenplit. Ik voel bijna flauw. Ik zie het aan je. Hey. Gaat ik voel me zo kut. Ik hier, zwijm maar eens naar de camera, daar staat hij. Hallo. En dat is de toestand. Geen chance. Ik ben Frans, kijk eens. Kijk daar eens. Dat meen je echt niet. Nee, ja. niet bananensplit. Ja, kijk daar wel. Daar zit de camera. Nee, helemaal niet. Zit erin. Nee, echt niet. Meen je serieus niet? Oh, net zo dit. Oh, nee. Oh, jongen. Ik denk, oh. Hé, kijk eens. Daar staat de camera. Daar, zwaai eens. Ja, dag.